zoals altijd fanatiek strijdend, was Paul Maaskant op weg naar een goede klassering. We vroegen hem zijn mening. Paul Maaskant, deze ELE, hoe gaat het tot nog toe? Het begon wat, met wat moeilijkheden, wat probleempjes met, van motorische aard. Daarnaast waren de bandenkeuzes in het begin van de rally heel erg moeilijk. Maar het draait nu steeds beter en we rukken op richting tweede plaats, richting Vossen. Daar zijn we nog niet, maar we gaan kijken hoe ver we komen kunnen. Maaskant maakte enkele zeer snelle tijden met zijn Opel dealer team Holland 2 liter Kadett. De wagen werd zeker niet ontzien. We lieten de bekende rijvaardigheidsinstructeur Paul Maaskant met beide auto's op het circuit van Zandvoort rijden. Daar kwamen toch enkele interessante verschillen naar boven. Onderstuur bij de Alfa, overstuur bij de Opel. Paul, wat is onderstuur? Onderstuur ontstaat als je meestal met voorwielen aangedreven auto's, met de motor voorin, het gewicht voorin, met een te hoge snelheid in een bocht komt te rijden. Je hebt het gevoel dat de auto als het ware over de voorwielen rechtdoor gaat schuiven. Mm-hmm. En hoe kun je dat voorkomen? Het is te voorkomen door de bochtsnelheid aan te passen, met lagere snelheid de bocht in te rijden en vervolgens het gas los te laten en iets minder gaan insturen. En wat is overstuur? Overstuur ontstaat als je met een snelle, krachtige achterwiel aangedreven auto in een bocht te veel centrifugaalkrachten gaat krijgen. Dan breekt de achterzijde als het ware uit en dreigt de voorzijde voorbij te gaan. En dat is te voorkomen door? Weer rustiger die bocht in en heel behoedzaam met het grote motorvermogen weten om te springen. 200, rechts 1. Links 1, 100, rechts 1 plus 80, breekt voor haaks links. Ja, en dat lust hij. De cameraman vond het wat vervelend, want die is nu nog het stof uit zijn haar aan het wassen. Paul Maaskant.